Als je naar de plattegrond van de kerk kijkt, zouden we nu ongeveer op de helft zijn. Maar de aannemer weet natuurlijk niet precies wat hij aantreft als hij nu met de westgevel aan de gang gaat. Wat hebben we hier vandaag eigenlijk gedaan? We hebben gevierd dat we ondertussen het hoogste punt van de Domkerk hebben bereikt, tenminste de restauratie van de Domkerk. En zojuist heeft onze wethouder, mevrouw Anke Klein van Cultuur en Erfgoed, die heeft de laatste kanthogel, dat is een heel mooi versierd ornament, op 40 meter hoogte geplaatst. Ja. Dat is hem. Kijk. Bravo. Mooi. En even voor de duidelijkheid, we hebben het niet over de toren, we hebben het over de kerk. Die wordt ook gerestaureerd. Klopt, de kerk wordt, we zijn nu al 2,5 jaar in restauratie. Dus eigenlijk voordat de toren in de stijgers kwam, stond de kerk al in de stijgers aan de noordoostkant begonnen. En nu, zoals je achter mij kunt zien, is het naar de noordkant verplaatst. En we gaan nu het hoekje om, we gaan nu vervolgens op het Domplein de westkant van de kerk. Hoe lang gaat het duren eigenlijk? Dat is lastig in te schatten. Je zou kunnen stellen dat we nu ongeveer, als je naar de plattegrond van de kerk kijkt, zouden we nu ongeveer op de helft zijn. Maar de aannemer weet natuurlijk niet precies wat hij aantreft als hij nu met de westgevel aan de gang gaat. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat enorm tegenvalt. Hey, als ik nou een gewone Utrechter ben en ik vraag me af wat gebeurt hier allemaal, kan ik dan gewoon binnenlopen? Je kunt altijd binnenlopen. De gidsen die in de kerk aanwezig zijn, die zullen ook altijd wel weten wat we aan het doen zijn op dat moment. Maar ik wil ook even verwijzen naar onze social media kanalen, waar we echt met vlogs en video's en foto's bijhouden wat de aannemer hierboven allemaal aan het doen is. Dus ik zou zeggen, like onze Facebookpagina en dan komt dat helemaal goed.